De failliete V&D komt in Hoorn weer helemaal tot leven. Het leegstaande pand werd al bestierd door ondernemers, maar nu spelen er trollen. In de voormalige etalage bouwde kunstenaar Tinus een trollengod. Uit liefde voor een oude traditie. Ja, dat ik vroeger in V&D kwam, toen hadden ze aapjeskasten staan. En dan gooide je gewoon de gulden erin. En dan begonnen in één keer de apen te dansen en te bewegen en van alles en nog wat. En dat was natuurlijk heel magisch. En dat magische gevoel wilde de kunstenaar terugbrengen naar de V&D. Maandenlang werkte hij aan de trollengod. Als eerbetoon aan de beroemde apen. Trollen, want de aapjes zijn niet meer. Maar nog wel hun trommels. En het leuke is, het drumstel van, is een origineel drumstel uit een aapjeskast. De iconische apen van het Warenhuis leven verder dankzij hun trommeltje in de trollenshow. Maar wat me opvalt, hij raakt het trommeltje niet. Nee, dat klopt. Maar als hij het trommeltje raakt, dan slaat hij het hele trommeltje weer om pijn. Dat mag dan ook weer niet. De eerste bezoekers genieten intens. Hoe alles beweegt en die lichtjes. Ja. Je wordt er gewoon vrolijk van. Je neemt al onze kinderen, kleinkinderen mee naartoe. Oh, ja. Het doet me denken aan de Efteling. Niet aan de apenkast van de V&D? Nee, daar doet het me niet meer aan denken. Nee. Hoe dan ook, de kunstenaar is klaar voor het grote publiek. En geniet met volle teugen van zijn schepping. Het redden van een oude V&D-traditie. Zo kun je uren blijven kijken, hè? Ja, absoluut. Dit is natuurlijk helemaal geweldig. Ik word hier ontzettend blij van. En er gebeurt zoveel en er is zoveel te zien. Dus ik blijf nog wel een tijdje zitten.